De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad en trekker van het Nederlands Klimaatakkoord. Op dit moment houdt hij zich bezig met de vraag hoe we de economie duurzaam kunnen herstellen. Welkom, Ed Nijpels. Goedemiddag, meneer Van Lien. Ja, ik zie daar een indrukwekkende boekenkast staan. Dat ziet er allemaal heel mooi uit natuurlijk. Ook veel tijd om te lezen in deze tijden. Nog maar een deel. Helaas zit een groot deel van mijn boekenverzameling heb ik moeten achterlaten in mijn boerderij in Friesland. Toen ik ging verhuizen naar Amsterdam. Ja, maar ook veel tijd om te lezen in deze tijd? Nee, absoluut niet. Ik moet u zeggen dat eigenlijk alle activiteiten die ik heb, even los van het klimaatakkoord, die gaan eigenlijk gewoon door. Die gaan allemaal nu met vergaderingen via de modernste ICT-technieken. En het enige wat niet doorgaat, dat zijn de spreekbeurten die ik had. Maar verder kan ik niet zeggen dat ik het ontzettend rustig heb gekregen. Het enige wat ik heb gekregen is een stijve rug. Omdat ik niet meer uit die stoel kom. Dat, terwijl veel bewegen gewenst is, hè? Dat hoor ik echt overal. Ja, precies. Maar als je van 's ochtends 8:30 tot 's avonds 7-8 uur in een houten stoel zit, uit twee eeuwen oud, dan is het niet bevorderlijk voor je ruggengraat. Nou, laten we het kort houden dan gewoon en proberen hier even een goede schwung in te brengen. Want één ding is natuurlijk heel mooi, hè? Daar kan het mee beginnen. Laten we zeggen, het Urgenda-vonnis, toevallig, meerdere mensen hebben dat al opgemerkt, dat lijkt goed af te lopen. Hè, 2020, eind van het jaar, CO2-uitstoot, er moet daar voldaan worden, 25% minder, dat gaat vanzelf lukken, of niet? Ja, ik moet zeggen dat het kabinet heeft vorige week vrijdag een golf aan groene beslissingen genomen. In deze plaats het Urgenda-vonnis. Maar ook de consultatie over een CO2-heffing is doorgezet. Er wordt een dappere poging gedaan om aan de slag te gaan met het stikstofprobleem. De staatssecretaris van Veldhoven, inmiddels een staatssecretaris geworden, die heeft besluit genomen over statiegeld op plastic afval. Kortom, en dat is eigenlijk het verbindende element. Het kabinet heeft laten zien dat ondanks de coronacrisis, die we natuurlijk buitengewoon serieus moeten nemen, dat de rest van het beleid ook gewoon door moet gaan. En dat vond ik eigenlijk een heel belangrijk signaal. Nou, misschien wel opvallend ook inderdaad. Hè? Want meteen in het begin dacht je, toen ook minister Wiebes aan het woord kwam, die zei nu even niet. En daar kwam kritiek op. Veel mensen begrepen het ook wel. Want die dachten, ja, mensen hebben nu wat anders aan hun hoofd. En zometeen ook. Faillissementen dreigen. Je denkt over je eigen bestaan na. Als je bijvoorbeeld geen ambtenaar bent. En niet elke maand je geldenbalansstrookje krijgt. Dus mensen wat anders aan hun hoofd. Maar toch zet het kabinet door. Hoe denk je dat het zich gaat ontwikkelen de komende tijd? Ik vond dat er sprake was van een valse tegenstelling. Als je ook kijkt naar de mensen die als eerste gingen roepen, nou, het klimaatbeleid kan wel een verstandje lager. Dat waren vooral ook de mensen die tegen het klimaatbeleid waren. Die niet, misschien ook wel bezorgd waren vanwege corona. Maar die dachten, nou, met die coronacrisis helpen we het klimaatbeleid ook om zeep. Nou, daar heeft het kabinet duidelijk van gemaakt dat niet gaat gebeuren. Rond die coronacrisis, als je kijkt naar de relatie coronacrisis en energietransitie, dan zijn er vier dingen, denk ik, van belang. Op de eerste plaats, je moet, als je geconfronteerd wordt met problemen als corona, dan moet je onmiddellijk maatregelen nemen. Dan moet je ook niet te lang over zeuren. Nou, dat is die NOW-regeling, die vergoeding van de loonkosten gebeurt. Hey. Daar kun je bezwaar tegen hebben, et cetera. Maar het kabinet heeft terecht een besluit genomen. En dat besluit is ook heel snel geëffectueerd. De mensen hebben een cent gekregen. Tweede plaats, en daar gaat het nu een beetje om, welke maatregelen ga je treffen, bijvoorbeeld om uit die economische crisis te komen. En ja, dat mogen natuurlijk op de eerste plaats geen maatregelen zijn die tegen een ander deel van het regeringsbeleid ingaan. Het zou natuurlijk raar zijn als het kabinet massaal investeringen gaat steunen die tegen die klimaatdoelstellingen ingaan. Dat is één. Dan derde plaats, ik ben bezig met een rijtje van drie. Derde plaats, als je gaat investeren, en dat heeft het kabinet ook aangekondigd, dat lees je ook in de brief van Wiebes, dan moet je vooral proberen ook om die maatregelen te nemen die ook bijdragen aan die CO2-reductie. En op de vierde plaats, als je even kijkt naar het klimaatakkoord,
Het klimaatakkoord is ook een soort banenmachine. Het kan heel veel banen opleveren. Dus je kunt een aantal maatregelen uit dat klimaatakkoord kun je naar voren halen. Neem bijvoorbeeld in de woningbouw. Maar ook als het gaat over het aanleggen van leidingnetwerken en zo. Ook als het gaat over windparken, die kun je naar voren halen. En dan geef je een extra impuls en aan de werkgelegenheid en aan die economische groei. En aan het versneld realiseren van het klimaatakkoord, wat dat betreft. Dat wel een belangrijk is. Ook die laatste wordt inderdaad vaak vergeten. Het kan natuurlijk ook heel veel banen gaan opleveren. Nu maakte Klaas Knot een wat ongelukkige opmerking een tijdje geleden. Die het had met een beetje wegwerpend gebaar. Had hij het over mensen in de horeca die het net moeilijk hadden. Die moeten zeg maar gaan omscholen. Maar toch, ja, is dat wat je zelf ook bedoelt nu, of niet? Nou ja, er is een onderzoek geweest van ECN TNO. En die heeft uitgewezen dat voor iedere fossiele baan die verdwijnt, komen er zo'n 6 à 7 niet-fossiele banen, duurzame banen voor terug. Dan praat je over de korte termijn en over de middellange termijn. Zeg maar tot 2030. Nou, in dat opzicht levert het klimaatakkoord, want dat zeg ik niet, maar dat zeg TNO, levert dus ook banen op. Alleen het probleem is wel, en dat is een groot probleem, zijn de mensen die de fossiele industrie verlaten, zijn die geschikt om die banen in die nieuwe duurzame wereld om die te vullen? Nou, daar zit natuurlijk een discrepantie tussen. En dat betekent dat je massaal zult moeten omscholen. En ook daar zijn in het klimaatakkoord afspraken over gemaakt. Maar dat is niet alleen een probleem van het klimaatakkoord. Want als je kijkt naar de digitalisering of naar de circulaire economie, overal zien we die omscholingsproblemen. En dat is iets dus waar de vakbeweging en de werkgevers ook hard mee aan de slag moeten. Oh, dit worden twee hele grote verhalen voor de komende jaren natuurlijk. Inderdaad, de klimaatverandering en die mismatch op de arbeidsmarkt. Er wordt al heel lang over gesproken. Dat kan ik niet in dit geval. Het zou makkelijk zijn voor het interview. Kan niet Ed Nijbels in de schoenen schuiven. Maar ja, het gaat wel over met name op installatiebedrijven. Mensen die dat doen en willen. Wat zou je daar kunnen doen? Zou je niet kunnen zeggen, weet je wat, in deze tijd hebben we toch met geld gesmeed. Laten we die mensen nou eens gewoon goed betalen ook. Hè? Misschien dat het dan aantrekkelijker wordt. Grotere prikkel. Wil ik daar werken? Want daar heb je ze echt nodig de komende tijd. Ja, op deze plaats, hè? Je ziet in heel veel, als wij die economische terugslag krijgen die het Centraal Planbureau voorspelt, zo'n 7,5% krimp, komt er een grotere werkloosheid. Die werkloosheid is nu historisch laag, maar er komen dus veel werklozen bij. Ja, het ligt voor de hand, daar waar we nu eigenlijk het probleem hadden, dat we voor de uitvoering van het klimaatakkoord te weinig mensen hadden die daarvoor waren opgeleid, krijgen we nu straks een overvloed op de arbeidsmarkt. En wat er dus dan zal moeten gebeuren is zorg ervoor dat die mensen dan ook worden omgeschoold. Zodat ze al die banen die nodig zijn, bijvoorbeeld in de techniek zoals u terecht zegt. Zodat ze die banen kunnen gaan invullen. En, daar, en dat is altijd zo geweest. Daar moeten bedrijfsleven en vakbeweging zullen daar dus massaal op moeten inzetten. Dat was altijd nodig. Dat blijft in een samenleving zoals wij nu kennen, blijft dat een permanent proces. Hè? Dat je zult altijd banen krijgen die verdwijnen en banen die erbij komen. Maar dat gaat nu extra urgent worden. Ik geef nog één aardig voorbeeld bijvoorbeeld. Hè? Dat heeft niets met het klimaatakkoord te maken. Maar een van de vorige ministers van Onderwijs heeft ooit eens een keer aan de Tweede Kamer uitgelegd dat 60% van de kinderen die nu in de vierde klas basisschool zitten, dat die terechtkomen in een beroep wat nog niet bestaat. Als ik dat in een zaal vertel, dan hoor je de hersenen kraken van al die vaders en moeders. Maar dat is dus wat een aantal jaar geleden al realiteit had. Dat gaat niet veranderen. En daar zullen we nu met die werkloosheid die nu zal gaan stijgen, zullen we dat dus echt stevig moeten aanpakken. Natuurlijk er zullen banen bijkomen, banen verdwijnen, fossiele banen gaan weg. Dat heeft ook met disruptie te maken, creatieve disruptie. De geweldige econoom, politicoloog Schumpeter heeft het al veel eerder voorspeld en een prachtig groot boek neergezet. Maar er kwam nog iets bij, die zei ook, er zullen dus bedrijven gaan omvallen. Je hebt al eerder gezegd in een interview ook bij ons, hier bij Duurzaam Bedrijfsleven, het is einde oefening voor de niet duurzame bedrijven. Kun je dat nog gestand doen? Hou je die uitspraak nog steeds vast? Ja, zeker, want het heeft eigenlijk niets met de coronacrisis te maken. Wel met wat ik eerder opmerkte. Duurzaamheid is de realiteit ook, de economische realiteit. Dat zie je ook bij alle bedrijven. En een bedrijf dat op termijn niet zo wenst te opereren of zo kan opereren, ja, daar is dus geen plek meer voor. Maar je mag dat niet verwarren,
met de coronacrisis, dat door de coronacrisis kunnen er tijdelijke problemen bestaan. En daar heeft het kabinet tot nu toe al bijna 20 miljard voor uitgetrokken om die tijdelijke problemen op te lossen. Maar als het gaat over verdergaande maatregelen, verdergaande stappen, dan zal toch gewoon, zullen die bedrijven ook duurzaam moeten zijn. Ik bedoel, het kan worden vertraagd, dat vind ik ook heel begrijpelijk. Dat ook ik heb allerlei mensen die ik ken, die bedrijven zijn begonnen en die nu in grote nood zitten. Dus daar is alle begrip voor. Maar het gaat nu even over de lange termijn. En op de lange termijn is er geen plaats voor bedrijven die denken dat duurzaamheid een ver van hun bedshow is. Maar wat voor bedrijven zijn dat? Hebben we het dan ook over KLM bijvoorbeeld? Heb je het ook over de olieproducerende bedrijven, over Schiphol? Het gaat ook, en dat heeft het kabinet ook gezegd, ook aan de KLM worden eisen gesteld. Als het gaat over duurzaamheid, daar moet er over worden gesproken. Dus daar heeft het kabinet ook, en dat vind ik heel goed, de moed gehad om te zeggen, ja, wij willen best geld ter beschikking stellen, maar we gaan daar wel een aantal duurzaamheidseisen aan stellen, ook een aantal economische eisen. En ja, voor de olieindustrie geldt dat we uiteindelijk af willen van fossiele brandstoffen. En dat is niet door de coronacrisis, maar dat is wel lang. En dat betekent, daarvoor is onder andere ook die extra CO2-heffing wordt nu door het kabinet bespreekbaar gemaakt in een internetconsultatie. Ja, nou gaat het natuurlijk niet alleen om het kabinet. Het gaat ook om de voorzitter van het Klimaatberaad, oftewel Ed Nijpels. Wat vindt die even op KLM? Als KLM zich niet aan dit soort richtlijnen houdt, strakke richtlijnen is al wat voor zo'n bedrijf. Hebben ze misschien geen zin in of ze kunnen het niet. Dan is het ook einde oefenen, het einde voor KLM. Moeten ze daar ook rekening mee houden of is die druk niet zo groot? Nee, maar ik ga ervan uit, dat zie je ook in de uitlatingen van KLM, bijvoorbeeld ook, maar ook in de uitlatingen van de directeur van de baas van Schiphol. Die heeft ook duidelijk gemaakt dat ook Schiphol, en dat gaat ook voor KLM, dat die het duurzame pad opgaan. De vraag is alleen, hoe snel gaat men dat doen? Nou ja, als je kijkt naar de vrijstelling bijvoorbeeld voor kerosine, belasting op kerosine en op BTW, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. En daar is zo ongeveer iedereen het over eens, dat we daar afscheid van moeten nemen. Dat is niet van dat de opiniemakers, en laten we zeggen, spraakmakende opiniemakers, zoals bijvoorbeeld een Ewald Engel, hoogleraar sociale geografie, die zich stevig in debat mengt, of steeds meer medestanders krijgt, meteen twittert, KLM, daar kunnen we nu afscheid van nemen. Vind je dat niet voorbarig? Moet je dat niet doen? Ik heb dat artikel gelezen, wat massaal was ondertekend. Ik denk dat die benadering te ongenuanceerd is. Het kabinet zegt duidelijk, er moeten eisen worden gesteld op de duurzaamheid. Dan kun je discussiëren over welke eisen en hoe snel moet het. Maar de uiteindelijke doel moet zijn dat als je gaat vliegen, dat je daar ook gewoon een eerlijke prijs voor betaalt. En dat het nu wat lastiger is in deze tijd, daar heb ik alle begrip voor. Maar het is niet uit te leggen dat je voor €29 naar Barcelona op en neer kunt vliegen. Dat je geen BTW en geen belasting op kerosine betaalt. Dus wat dat betreft, maar dat geldt voor alle maatschappelijke activiteiten, als je bijdraagt aan die vervuiling, in dit geval praten we even over de CO2-vervuiling, om het zo maar even ongelukkig te noemen, dan zul je daarvoor worden belast. En dan moet je daar, en het doel van die belasting moet niet zijn dat het zo leuk is om activiteiten te belasten. Het doel moet uiteindelijk zijn dat een heffing overbodig is. En dat we ook toegaan naar duurzame luchtvaart. Ik geef één klein voorbeeld. Ik had gistermiddag een gesprek met een aantal studenten uit Delft. En die hebben een prachtig project, Aero Delft. En die zijn bezig met de ontwikkeling nu van een klein protomodel dat op waterstof gaat vliegen. Een drone op waterstof, maar met de bedoeling om dat ook straks te gaan praktiseren in vliegtuigen. Nou, als je ziet hoe zij dat daar met 20 man, 25 man, dat weten te regelen. Dat en de gedachtensprongen die zij maken, dat zijn fantastische voorbeelden. Fantastisch. Mag ik er nog eentje aan toevoegen? Ik sprak niet zo lang geleden met een soort gelijke studenten, die nu geen student meer is, maar ondernemer, Lex Hoefsloot, van de Lightyear, de zonneauto. Hij wordt vaak een beetje gekscherend Elon Musk van Nederland genoemd, maar ook fantastisch project natuurlijk. En je hoopt dat zo'n jongen niet omvalt met die start-up. Het gaat nog steeds behoorlijk goed. Zijn dat projecten waar je, als je moet kiezen, en je wat Engelen gelijk in moet geven, moet je zeggen, daar kunnen we beter ons geld in stoppen dan in de KLM? Of zijn het oneigenlijke keuzes?
Nou, dat we in deze situatie, coronacrisis, is dat oneigenlijk. Want daar heb ik over gezegd wat ik heb gezegd. Maar wat wel van groot belang is, is dat we dit soort projecten, dat we die ook royaal gaan ondersteunen. En wat dat betreft, dan gaat het over innovatie. En er wordt heel duidelijk gezegd, Nederland kan met de uitvoering van het klimaatakkoord kunnen een geweldige voorsprong behalen. Maar dan moeten we wel heel stevig inzetten op innovatie. Maar daar ook geld voor uittrekken. En dan ook accepteren dat je soms geld stopt in allerlei innovaties. En dat je die ook kwijtraakt. Dat hoort bij startups. Maar dat betekent dus ook de zonneauto, die pik ik even uit, omdat dat echt een grote belangrijke is. Dat kan inderdaad iets heel groots worden. Nog steeds hebben zij het idee om in 2021 met die eerste te gaan komen. Dat is dus een project waar geld beschikbaar, nog meer geld voor beschikbaar zou moeten komen. Ja, ik heb hem gezien, die auto, ook een tijdje geleden op een spreekbeurt. Het is fantastisch natuurlijk. Ik ben achterin gaan zitten, ik ben nog erg lang, dus dat zit niet echt lekker. Want dat gaat ook voor een Tesla. Daar ben ik ook achterin net wat te lang voor. Maar dat zijn fantastische dingen. En ik vind dat we daar best royaler mogen zorgen. Dat soort dingetjes die je ziet op die technische universiteiten gebeurt ontzettend veel. Dat je die stimuleert. En dat je daar ook gewoon financieel royaal mee omgaat. Ja, dat ik niet lekker zit. Ik bedoel, als je lang bent, zit je ook niet lekker in een vliegtuig. Maar hou op over een vliegtuig, hè. Dan gaan we even door naar, naar nog iets. Allemaal over geld. Kijk. Überhaupt, als je lang bent en je zit lang, dan krijg je last van je rug. Of deze stoel, het gaat nog net, hoop ik. Hè? Ik bedoel, ik hou het humeur. Ik hou het voorlopig nog wel even uit. Nou, dan ga ik proberen de vragen even op te voeren, met name tempo. Bijvoorbeeld als het gaat over het begrotingsakkoord. Want ondanks alle voorstellen, alle ideeën, alles door willen laten gaan. Ja, daar krijg je natuurlijk wel mee te maken op een gegeven moment. Dat loopt echt uit de klauw, hoor. Dat is een hele strenge minister, de heer Hoekstra van Financiën. Dat heel Zuid-Europa weet het inmiddels. Als ze het nog niet wisten, nu weten wij het ook. En ja, dan kan dat wel eens voor hele nare problemen gaan zorgen, of niet? Nou, ik relativeer dat een beetje. Hè. Als je kijkt nu naar het tekort waar deze week, vorige week over werd gesproken, 92 miljard euro, dan bestaat dat voor de helft uit belastinginkomsten die vertraagd binnenkomen. Uitstel van 3 maanden. Kortom, die inkomstenbelasting, BTW, die komt uiteindelijk normaal gesproken wel binnen. Dan praten we over 45 miljard. Dat is een hoop geld. Maar Nederland heeft een heel solide positie. En ik hoor deze minister, de ministers van Financiën zijn altijd zuinige types. Dus deze is daar geen uitzondering op. Maar die zegt, we gaan door met dit beleid. En dat kan denk ik ook, dat kunnen we ons ook veroorloven. Je zult mensen natuurlijk wel moeten vertellen wat ze kwijt zijn. Het Bureau voor de Leefbaarheid heeft het ook uitgezocht. Hè. De leefomgeving heeft gezegd, wat kost dat ongeveer per jaar? Er zijn overigens meer onderzoeken naar gedaan, maar daar konden veel mensen zich in vinden. En die zeiden, nou, je moet erop rekenen dat je ongeveer 35 euro per maand meer kwijt bent als we deze hele energietransitie willen doorzetten. En nogmaals, hè, dat zijn je eigen woorden ook, groter is dit dan de transitie met gas. Hè. Het is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus is dat een bedrag waar je aan vast kan houden? Nou, het aardige is dat dit jaar de energierekening voor burgers 170 euro daalt. Dankzij ingrepen van het kabinet. De lasten tussen burger en bedrijfsleven zijn aangepast. Door een fout die overigens niet in het klimaatakkoord zat, maar die zat in het regeerakkoord. Daar was te weinig over nagedacht. En een paar jaar later kwamen opeens de gevolgen van die fout naar boven. Het klimaatakkoord kreeg daar voor de schuld, waar ik nog steeds boos over. Had niets met het klimaatakkoord te maken. Met het regeerakkoord. Nou, die lasten die dalen dit jaar voor de burger 170 euro. Dus dat is denk ik alleen maar mooi meegenomen. Uiteindelijk zie je dat als je kijkt naar het klimaatakkoord, dat veel van die maatregelen, dat die zichzelf terugverdienen. Want alles wat je doet op het terrein van isolatie of op het terrein van zonnepanelen op je huis, dat verdien je binnen 3 tot 7 jaar verdienen dat terug. Alleen het moet wel worden voorgefinancierd. En dat is eigenlijk ook tegelijkertijd een van de grootste problemen. Je zult dus bijvoorbeeld in de woningbouw voldoende voorfinanciering moeten hebben om te zorgen dat of die woningbouwvereniging of die eigenaar van dat huis, dat die ruimte krijgt om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Maar het is een investering die inderdaad veel oplevert. Onderzoeken geven ook aan, elke geïnvesteerde euro in de energietransitie kan er 3 op gaan leveren. Ook een serieus nemen onderzoek. Maar waar hangt het vanaf, die voorfinanciering? Of dat wel of niet Dit kabinet heeft al voor de coronacrisis
zo'n 2 miljard euro bij elkaar gesprokkeld, die nu worden besteed aan verduurzaming van de woningbouw. Dat heeft betrekking op de particuliere woningbezitters. Dat zijn er altijd zo'n 5 miljoen in Nederland. En op die 2,5 miljoen corporatiewoningen. Dus dat geld is beschikbaar. En dat moet eerst maar eens worden uitgegeven. We hadden overigens vorige week een prima voorbeeld van de woningbouwkoepel Edes. Die heeft samen met een aantal energiebedrijven gezegd, we gaan 100.000 woningen in 4 jaar tijd gaan we verduurzamen. Daar hebben ze geld voor gekregen van de overheid. Ze stoppen het schat van geld in. En het aardige is, ook in het kader van het draagvlak, is dat die bewoners van die woning gaan niet meer betalen. Die blijven dezelfde hoeveelheid geld betalen voor gas en voor elektriciteit. Alleen is hun woning dan verduurzaamd. Dan hebben ze geen gas meer, dan krijgen ze elektriciteit. Dus als je dat zo kostenneutraal voor de burger kunt realiseren, is dat mooi. Ja, dit kun je kostenneutraal doen, maar uiteindelijk wil de burger ook gewoon weten, want dat is natuurlijk in het kader van de transparantie, wat zijn we kwijt? Ik noemde net dat bedrag, onder zijn verkeerde berekeningen, maar laten we daar niet te moeilijk over doen. Moet je gewoon voor rekenen, als je energietransitie doorgaat vanaf volgend jaar, 35 euro per maand, dat is ongeveer een bedrag wat het gaat kosten. Iets in die orde van grootte? Ja, nee, maar dan noem ik toch even die daling van de energiekosten dit jaar 170. Ik weet niet hoe dat gerelateerd is. Met andere woorden, ik stel voor, en daar is denk ik ook de komende klimaat- en energiedeling, de KEF van de planbureaus, die zal voor het eerst denk ik een wat beter beeld geven over wat het allemaal precies gaat kosten. Ongetwijfeld zal het de burger geld gaan kosten, maar hij krijgt er ontzettend veel voor terug. En het is ook niet de vraag of we het moeten gaan doen, want we moeten het gaan doen, want we hebben met elkaar dat akkoord gesloten in Parijs. We vinden klimaatverandering een heel groot probleem, misschien nog wel veel groter op termijn dan toch. Ja, daar gaat hij weer. Nee, er viel even het geluid op. Maar betekent wel, de energietransitie, dus die zal doorgaan, zegt hij. De Green Deal, zegt Timmermans in Europa, zal doorgaan. Maar natuurlijk zijn het tegenstanders. Hè? Je hebt een beleven nou eenmaal in een democratie. En die zeggen, dat zijn wel afspraken, maar we leven een andere tijd. Nou, u weet het, hè? Dat hele spel, dat kun je aan alle kanten gaan spelen. Hoe weten we zeker dat dit gewoon doorgaat? Want er zijn natuurlijk heel veel argumenten voor. Er zijn ook partijen die er heel veel tegen hebben. Die zeggen, dit gaan we niet doen. We weten één ding, dat die klimaatverandering houdt niet op. En zolang er nog mensen met gezond verstand in de Kamer zitten, in meerderheid en in het kabinet, dan gaan we gewoon door met dit beleid. Er is niet, we hebben in mijn ogen ook niet meer nog een beetje de vrije keuze of het wel of niet gaat doen. Je ziet overigens dat de maatschappelijke verandering, zowel bij maatschappelijke organisaties, maar ook bij gemeenten, maar ook vooral bij het bedrijfsleven, die gaan wel zo snel dat er is geen weg terug meer. Al die mensen die denken, hopen soms dat het niet doorgaat, of dat ze het kunnen saboteren, die grijpen volgens mij naast de prijzen. Want het bedrijfsleven, dat loopt een aantal opzichten al voorop. Dus kortom, zij die zeggen, nou, er komt nog wel een kansje de komende jaren om dat klimaatakkoord een stok tussen de benen of in de wielen te steken. Dat is denk ik een verloren wedstrijd voor die. Ze kunnen zich beter ergens anders mee bezighouden. Ja, kun je wel zeggen dat, al over de top gesproken, dat was een klimaattop in Parijs, en nu is er een klimaattop, zou er zijn in november in Glasgow, die gaat niet door. Is dat wel fnuikend, want dat kan tegenstanders ook in de kaart spelen, of heeft dat er hier niets mee te maken? Er komt de enige vertraging. Dat zal ook in Nederland het geval zijn. Het kabinet heeft gezegd, bijvoorbeeld, we hebben, nou niet het kabinet in dit geval, maar in overleg met de gemeente, provincie en waterschap, hebben we ook gezegd, oké, je mag 3 of 4 maanden uitstel voordat je zo'n regionale energiestrategie presenteert. In het wetsontwerp nu, of in de consultatie over die CO2-heffing, staat ook dat het kabinet rekening zal houden met economische omstandigheden. Maar tegelijkertijd zegt het kabinet, dat is ook van groot belang, ja, oké, we kunnen misschien wat gematigd beginnen, maar de einddoelstelling blijft overeind in 2030. Dat betekent dus dat wat we nu de komende 1 of 2 jaar misschien niet doen, dat zullen we toch moeten inhalen. En ook dat is een duidelijk statement van het kabinet. We zijn nu, hè, ongeveer 5 weken in een lockdown. Op het moment dat wij nu met elkaar praten. Als je die periode vergelijkt, die voor en die na. Ik merk het, je bent zelf nog vol druk, heel bezig met iedereen over dit onderwerp te praten. Het wordt duidelijk niet weggeschoven. Heel veel mensen zeggen dat ook, die ik ook spreek. Zeggen, oh, hoe dan ook, gaat dit door? Dat is discussie niet. Maar er blijven die tegenstanders. Als je het vergelijkt met 5 weken terug, voor de lockdown en nu. Kun je dan zeggen dat er iets meer draagkracht verloren is? Of is het idee om door te gaan alleen maar sterker geworden?
Ja, het mooie is, er is ook recent hebben bureaus, opiniebureaus hebben daar onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat draagvlak voor de klimaatmaatregelen onverminderd groot is gebleven. Dus dat is eigenlijk ook gewoon opmerkelijk. Dat niet deze crisis ervoor zorgt dat het klimaatprobleem naar achteren wordt geschoven. 70% of 75% van de mensen zeggen nee, we moeten ook met het klimaatbeleid gewoon doorgaan. Ja, maar toch even los van wat de opiniepeilers zeggen. Is dat je eigen indruk ook in deze periode? Of merk je het gaat nu wat moeizamer? Nou, ik kijk alleen maar even naar wat die provincies en die gemeenten nu met die resten doen. Dat is een geweldige operatie. En je ziet dat toen bleek dat er enige vertraging zou komen. Toen hoorde ik ook van een aantal van die restvoorzitters. Ja, maar laten we dat maar niet zeggen. Laten we maar gewoon doorgaan. En je ziet het ook aan het kabinet. Het kabinet komt met 5 onderwerpen vorige week vrijdag. Waaruit blijkt dat ze op alle fronten door willen gaan. Wiebes die stuurde in maart een uitgebreide brief aan de Kamer. Met een opsomming van alle wetsontwerpen aan VB's die in aantocht zijn. Kortom, ik denk natuurlijk ook wel even... Ben ik wel eens bang geweest, om heel eerlijk te zijn. Dacht ik, met deze crisis gaat dat wel goed. Ja. Maar ik kreeg gelukkig uit het kabinet zoveel signalen. Dat die vrees die ik had. Dat die al snel omsloeg. Nee hoor, we gaan rustig door. Oké, okay, nee, ik merk dat de stoel die zit niet goed meer. Het is tijd om even een klein blokje om te gaan volgens mij. Het mag ook, hè, even luchtjes scheppen. Als een oude man heb ik een kussentje in mijn rug. Dan moest ik even verschuiven. Valt wel mee. Nog immer jong en voor altijd jong natuurlijk. Want de energietransitie ten einde, die gaat Ed Nijpels ook meemaken. Als hij voltooid is of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik ben nu 70. Ik was van plan tamelijk oud te worden als ik in ieder geval gezond blijf. Ik heb in ieder geval mij voorgenomen om op mijn 75ste een poging te doen om te gaan promoveren. Dat is altijd nog een oud idee, dus... Mijn kinderen lachen daarom, maar ik denk dat ik als ik 75 ben, dat ik dan nog eens een keer ga proberen iets wetenschappelijks te doen. En waarop? Ik heb al een onderwerp al lang geleden bedacht. Dat is de overgang van een dictatuur naar een democratie. Met alle politicologische, staatsrechtelijke en internationaal rechtelijke aspecten die daar vastzitten. Nou, gelukkig dat het niet omgekeerd is. Een fantastisch onderwerp. Nou, het is een transitie voltooid over 5 jaar. En dan tijd om te promoveren. Nou, die transitie is niet voltooid over 5 jaar, maar wat ik wel, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste ook, van al dat werk wat die tafels de afgelopen jaar hebben gedaan om dat akkoord te bereiken, dat pakket is zo stevig en zo fundamenteel, dat die klimaattransitie, het klimaatbeleid is onomkeerbaar geworden. Dat klimaatakkoord... De overheid, met dank vooral de overheid, met dank aan het bedrijfsleven. En met dank aan alle partijen, want we hebben meer dan 150 partijen aan die tafel gehad. En er zijn een paar partijen die helaas niet hebben kunnen ondertekenen. Niet omdat ze het daarmee eens waren, maar ze vonden dat het sneller of meer moest zijn. Maar het gaat gebeuren, het is nu bezig. Nou, dat vind ik toch op zich een compliment waard aan al die partijen die er mee bezig zijn geweest. En ja, daar ben ik wel heel tevreden over. Oké, dan zeg ik nu hartelijk dank voor dit gesprek. De man die het Klimaatberaad gaat voorzit natuurlijk, maar ook een aanstaande promovendus is Ed Nijpels. Hartelijk dank. En dit was een crisiscase van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe crisiscast. En dat is misschien de laatste, want daarna gaan we naar een hele andere, misschien wel leukere cast. Tot snel.